Hoe is het met je? Moe. Ik ben echt afgepeigerd. Ik ben echt, wel heel erg voldaan. Klinkt echt supergoed. Ik ben heel blij dat ik echt... Ik heb de hele week, of de hele... Ik kon gewoon achter mijn drumstel alleen maar... Ik kon gewoon alles doen wat voelde als van mij. Mm. Wat echt een hele grote waarde had voor mij. Dat vind ik echt geweldig. Nice. Ja. En ik heb gewoon het gevoel als dat ik precies zoals ik drum, zoals mijn sound is, zoals ik het goed vind, met natuurlijk hier en daar verbetering of weet ik veel, maar dat wel open voor alles stond, maar dat ik wel echt helemaal mijn eigen ding heb kunnen doen. En dat voelt echt super nice. Sorry, ik kon nog een volgende vraag. Ja, maar moet je nog een keer onderbreken? Moet je nog een keer onderbreken? Denk je dat je deze week het beste drumspel van je leven hebt gedaan? Ik heb gedrumd zoals ik op dit moment kon drummen. Dat heb ik gedaan. Ik heb deze week gedrumd precies zoals ik deze week heb gedrumd. En of dat goed of slecht is, laat ik even daarbuiten. Weet ik niet. Heb ik geen zin om over na te denken. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan deze week. Hoe was het werk met Frans? Oh, geweldig. Echt de sickste ervaring die ik ooit heb gehad. Zo fijn. Ja, echt. Hij lult er wel vaak doorheen. Ja, hij lult er wel vaak. Nee, echt. Het was echt amazing. Holy shit. Ja. Echt heerlijke ervaring. Nee, dat maakt zo goed, hè? Hij is gewoon fucking awesome. Want hij laat je precies doen wat je zelf wil doen. Maar op het moment dat je... En ik ben zelf ook... Ik ben wel meer aan het afvragen van... Is wat ik... Vroeger dacht ik gewoon... Oké, wat ik doe is goed. Zo moet het gewoon zijn. Dan had ik daar geen twijfel over. Maar nu word je wat ouder en twijfel je ook van... Oké, maar is dit wel de juiste sound? Is dit de juiste approach? Is dit... En elke keer... En die... Elke keer als ik daar een vraag over had... Was het... Had hij gewoon een advies... Ik had niet veel vragen. Het leek bijna alsof de sounds zichzelf maakten. Alles lukte, de sfeer was top, alles klonk goed. Het was de hele tijd prima. Niks werd over-analyzed, snap je? Mm. Wat ik heerlijk vond. Het was, drumstel werd als instrument gezien. Ik heb geen 2 uur los mijn floor te hoeven soundchecken, weet je wel. Dat vond ik heel fijn. Elke keer als ik een vraag had van is dit goed, is dit fijn... Dan was het misschien soms, had ik niet de juiste keuze gemaakt en dan gingen we samen. En dan zei hij 1 ding en dan gingen we samen even proberen. En dan was het gewoon, ja, dit is goed. En dan was ik ook blij mee en dan waren we allebei er blij mee. En dan was het gewoon, ja, zo'n fijne sfeer. Dus ik ben heel dankbaar dat we deze plaat met Frans hebben kunnen opnemen. Ik vind het echt een geweldige ervaring. Shout-out naar Frans. Topper.